Gasten kregen van de Humanistische Omroepstichting de opdracht een korte film te maken rond het thema oorlog. De 9 zeer uiteenlopende films worden op 3 achtereen volgende donderdag uitgezonden. Kijkt u 5 minuten later dan uw programmagids vermeld naar de eerste aflevering van Filmfond 95. Hier is geleverd. Ik ben het zelf ook bijna vergeten. Maar zie, het hoogste bomenbosje. Daar zaten onze laffe, lelijke vijanden. En als we ze daar niet te pakken zouden krijgen, dan wist ik dat we naar de kaai moesten. Een levensgevaarlijke tocht door open veld naar de kaai. En als ik er nu aan denk, moet ik wel uren in dit hoge gras hebben gelegen. En ik keek naar de koeien en zij keken nieuwsgierig naar mij. Ik was nooit bang. Zij die in de kaai lagen hadden wat te vrezen. Wij zouden ze nu eens en voor altijd in de pan hakken. Niemand van ons twijfelde daarover. Want wij waren de beste. De onoverwinnelijke. En de allesbeslissende slag vond plaats. En beide jongens keken elkaar nog één keer diep in de ogen. En zij schoot als eerste. Maar onze reactie was onverbiddelijk. Mijn vader heeft deze foto van ons gemaakt. Wij staan op het punt de polders in te trekken, om vijanden te verslaan. Ik sta links en naast me staat mijn vriendje Wout. Het is misschien 20 jaar geleden dat ik voor het eerst een pistool op iemand richtte en de trekker overhaalde. Ik heb een talloze omhoog geschoten zonder een spier te vertrekken. Het deed me niets. Dood is dood. Je hebt een klap in je pistool. Bang! Zo, heel hard. Beetje langdurig. Je hebt een mag, dus een zware mitrailleur. Dat is dan een luchtbux. En het gaat zo. Ja. Zo, dat is niet zo hard. Een shotgun, dat is ook een zware geweer. Die heeft één schot, hoor je. Ja, nou, en je hebt ook nog een geweer zo. Dan moet je zo een touwtje, moet je aan trekken, dan lang laten en dan zie je zo'n kogel eruit vliegen. Die ken ik van. Heb je nog meer voor geweest?